Om kunst en cultuur in de verschillende districten van Suriname te stimuleren, organiseert stichting Raining Colors het Agama-project. Tijdens dit project wordt er met 4 verschillende kunstenaars gewerkt aan het creëren van kunst en cultuur in de verschillende districten. Ruth Juruya, creatief directeur, stichting Raining Colors, is van mening dat kunst en cultuur belangrijke aspecten zijn in het leven van een mens. Het biedt de mogelijkheid tot het ontdekken van je creatieve zijde en helpt bij het bevorderen van het denkvermogen van een mens. In Suriname zie je niet overal leuke schilderijen en dat verdienen we wel voor zo'n land met een grote diversiteit aan verschillende ethnic groups, om het zo te zeggen. Dus waarom ga je dan niet dat prachtige wat wij hebben uiten en laten zien aan de wereld? En daarnaast ook hebben we die stimulans nodig, je wilt ontwikkeling stimuleren, je wilt dat mensen die inspiratie van binnenuit putten en niet dat je wacht op iemand anders om jou te zeggen dat jij ook mag. En dat jij ook kan, maar dat je het aan jezelf zegt. Jij inspireert jezelf. En het idee is dan om, zeg maar, thema's te kiezen die passen bij Suriname. Maar allemaal thema's die zeer positief zijn en die alleen maar uplifting zijn. En dat op de muren en plekken te zetten waar we dat kunnen en mogen zetten. De lancering van dit project is het komend weekend in Nikeri. Juruya zegt dat het de bedoeling is om alle districten aan te doen. Meer hierover in ons programma In Gesprek met Morgenmiddag om 5 uur op kanaal 12.1.